Hans, deze uitwedstrijd tegen Barendrecht verlies je met 1-0. Mag ik het kwalificeren als een zure nederlaag? Ja, dat heb ik vaker gehoord de laatste weken. Ik denk het wel. Ik vond dat wij voetballend niet minder waren vandaag dan Barendrecht. Alleen, zij maken er een en wij niet. Doelpunt van hun valt op het moment dat jullie gewoon de betere ploeg zijn. Ja, maar goed, dat zegt niet altijd alles in het voetbal. Zij hebben gewoon een slimme ploeg, gehaaid, stug, degelijk. Ja, en we maken, vind ik, een klein foutje daar en ze straffen het af. Tweede helft ga je wat opportunistisch spelen, ballen diep spelen. Dan heb je toch een 3-4 enorme kansen. En dan wil die bal er maar niet in. Word je dan wanhopig als trainer op de bank? Ja, wanhopig. Ik vond niet dat we gelijk al opportunistisch gingen spelen. Ik denk dat we eerst een hele fase echt voetballend proberen door te komen. Nou ja, daar kreeg ook al wat kansen mee. En uiteindelijk nog wat jongens erbij. En het zit even niet mee. Wat doet dat met de kopjes van de spelers? Ja, voor mij zijn die jongens aardig nuchter. Kijk, we worden niet weggespeeld. Als je hier elke week weer, week in, week uit in de topklasse weggevaagd wordt, dan is het een heel ander verhaal. Maar we hebben net ook gezegd in de kleedkamer, jongens, van we zitten er dichtbij. Alleen er moet gewoon nog een klein tandje bij op dit niveau. Want de tegenstanders hebben genoeg kwaliteiten om wedstrijden wel te winnen, zeg maar. En bij ons is het op dit moment nog net niet. Ontbreekt het dan een beetje aan net dat beetje slimheid en die scherpte voorin? Ja, misschien wel, maar ja. De ene keer miste Jantje hem en de volgende keer Pietje. Dus dit is ook niet steeds dezelfde speler. Dus ja, voor mij, heb je de wedstrijd zelf gezien, is het ook iets waarvan je denkt van het kan ook weer zo anders zijn dat we hem wel over de streep trekken. En dat vertrouwen hebben we met z'n allen in de ploeg zitten. Moet volgende week dan maar gebeuren, hè? Volgende week is beter. Moet over 2 weken maar gebeuren. Klopt. Maar volgende week willen we ook winnen, hoor.